Hallo allemaal, een tijd geleden heb ik de favorieten van de maand wel eens gedaan. Ik ben er toen een tijdje mee gestopt, maar dat wil ik nu weer verder doen. Vandaag dus de favorieten van de maand mei. De eerste is de Maybelline Le Colossal Mascara. Vorige keer zat hij volgens mij ook bij mijn favorieten nog, maar nog steeds gebruik ik hem heel veel. En hij werkt nog steeds echt super goed, dus ik ben er heel tevreden mee. Dan ook eentje die er echt al 2 of 3 keer in is voorgekomen. De Catrice Around Mascara. Deze gebruik ik eigenlijk voor mijn onderwimpers. En ja, daar werkt heel goed voor. Een goede borstel. En een borsteltje is nog maar precies goed. Het is wel een beetje klonterig aan het worden. Dus misschien moet ik een andere gaan zoeken. Dan heb ik ook van toen ik Essence You Rock Palette kocht. Toen heb ik er ook een oogpotlood bij gekregen. En die vind ik echt heel erg fijn. Ik vind het fijner dan mijn Miss Helen oogpotlood, die ook fijn smeerde. Dus ik ben heel blij mee. Ik gebruik nu vooral deze. Dus... Nou, de andere. Een oogschaduwbasis van Catrice. Deze vind ik ook heel fijn. Deze... Ja, ik ben nog niet echt bezig met Urban Decay en dat soort merken. Want die blijken heel erg goed te zijn. Maar ik vind deze ook redelijk goed. En ik gebruik deze ook heel veel de laatste tijd. Dan heb ik een oogschaduw die ik in Londen heb gekocht van de Natural Collection. Een grijze kleur. Die gebruik ik heel veel de laatste tijd om het een beetje normaal te houden. Dus het werkt heel goed. Hij is goed gepigmenteerd. Dus ik ben er heel blij mee. Steeds. En ook heb ik de laatste tijd veel gebruikt. Het is nog niet echt favoriet, maar de Catrice oogschaduw mono van 140, de Captain of the Black Pearl. Ik ben niet goed in donkere oogschaduw, dat is wel zo. En ik loop heel snel te vlekken, dus ik vind het niet heel handig, maar ik heb hem wel veel gebruikt en ik vind het nog steeds wel heel erg mooi. En nog een oogschaduw van Essence Color & Shine 12 Milky Way. Deze heb ik vaak gebruikt, vooral als highlighter. Daar werkte die ook goed voor en het dekt niet heel goed op mijn ooglid en zo, dus ik gebruik hem daarvoor. Dan heb ik met een tijdje geleden met de winactie heb ik een Catrice Mineral Soft Powder Rouge gekocht. Nummer 130 Light Burgundy. Hij lijkt heel donker. Maar dat is hij echt totaal niet als ik hem opdoe. En ja, ik vind hem heel fijn. Het is een blush die ik nu bijna elke dag gebruik. Behalve vandaag. Dus ik ben er ook heel blij mee. En dan de volgende is... nou moet ik hem. De Catrice Infinite met de matte foundation eigenlijk. De lichtste kleur heb ik genomen aangezien ik een hele lichte huid heb. En dit is tot nu toe mijn favoriete foundation van de 3 die ik ooit heb gehad. Dus sorry dat mijn stem zo schor is, maar opeens ging mijn stem heel schor doen. Dus sorry. Dan heb ik nog een Catrice lipstick die ik vaak op heb gehad. Nummer 30 Spicy Coral. Ik vind de kleur heel mooi en ik heb hem veel opgehad deze maand. Dus. Dan heb ik nog een lakje van Gosh. Metallic Green. Ik was hiervoor eigenlijk alleen bezig met de goedkopere merken. En toen ik er eentje van Gosh had gekocht, ik was meteen helemaal weg van. En dat is dus deze kleur en ik heb hem nog niet vaak opgehad. Maar ik vind het een hele mooie kleur en ik denk dat ik hem veel ga dragen. En dan heb ik er nog eentje waar ik echt heel tevreden mee ben. En dat is eentje van Heron. Tanger, weet ik hoe je het uitspreekt. Maar het is een mooie zachte roze kleurtje. En ik heb hem nu ook op. En deze heb ik vorige week dinsdag opgedaan. Het is nu woensdagavond bijna. En
Hij zit er nog steeds redelijk goed op. Nou, niet, natuurlijk niet heel mooi meer, maar overleefd. En ben ik heel blij mee. Dus deze ga ik zeker vaker kopen. Dit soort nagellak van Heron. En dan heb ik nog de Nivea crème. Ik heb het een tijdje geleden gekocht. Ik heb hem toen heel vaak gebruikt. En nu toen een tijdje niet meer. En nou wel. En ik gebruik hem nu gewoon elke dag. En het werkt wel goed. Mijn huid voelt niet zo ruw meer aan. Wat wel een hele tijd was. Niet heel droog meer wat het was. Dus daar ben ik heel blij mee. En dan als laatste heb ik een luchtje van Ed Hardy. Deze... Het is wel onhandig, maar dit luchtje heb ik gekregen van mijn vader toen hij een actie had. En toen kon hij goedkoper een parfum krijgen, toen heb ik hem gekregen van mijn vader. En daar ben ik heel blij mee. Hij ruikt echt super lekker en ik gebruik hem heel veel. Dit waren de favorieten van de maand mei. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken en tot de volgende keer.